Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We kunnen het zien op de satellietfoto: er trekt vrij veel bewolking over het land, maar er zijn ook een paar opklaringen waar dan de zon even schijnt. Verder valt er vanochtend nog lokaal wat regen. In de middag is het op veel plaatsen droog, maar later kan er in het noordoosten weer een enkele bui tot ontwikkeling komen. Het is wel tamelijk vochtig, maar ook warm weer vanmiddag. Het wordt 20 tot plaatselijk 24 graden en er waait een matige, aan zeevrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond wordt de bewolking overal dikker en dan trekken er vanuit het zuidwesten uiteindelijk een aantal flinke regen- en onweersbuien over het land. En dat geldt ook voor de nacht en morgen overdag. De warmte wordt daarmee verdreven. In het westen wordt het morgen een graad of 17, in het oosten nog plaatselijk 20 graden. Er waait een vrij stevige zuidwestenwind. Op maandag en dinsdag dan is het tamelijk koel cool weer. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 16. Vooral maandag is er veel bewolking, vallen ook nog een paar buien. Dinsdag een enkele bui, maar ook periode met zon. Ook woensdag een enkele bui en periode met zon. En dan krabbelt de temperatuur alweer wat op naar een graad of 20. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl.